Zo, hoppa, dag 1. Dinsdag. Het is nu 4:15. En we hebben afgesproken met die jongens om 6:00 te gaan eten. Nou, we zitten in de auto. Ik heb altijd mijn vaste chauffeur, Frankie Oppenzak. Frankie. Fransje gaat elke dag lekker mee. Is degene die altijd een beetje met de Danny's een beetje meehelpt. En alles een beetje de benzinetank. En dat alles er perfect bij staat. En natuurlijk, zijn zoon die doet natuurlijk mee om de prijzen deze week. Want die kleine Hobbenzak die rijdt natuurlijk ook fantastisch. Het enige nadeel natuurlijk hier in Rotterdam is dat je altijd weer in die verschrikkelijke file staat. Dat is echt een drama. Dus we staan nu voor de Van Brienoord. En we gaan eventjes, ik denk wel dat we het gaan halen. Dat is allemaal niet zo'n probleem, maar het is altijd stervensdruk. En dan gaan we eventjes, dan moeten we de kleding doen, dan gaan we de stickers opplakken. We gaan gezellig met z'n allen eten. We krijgen natuurlijk een toespraak van de directeur. Laat mijn broertje dat nou zijn, gezellig. En die maakte natuurlijk weer een heel gezellig praatje van. Ik ken hem. En dan de band op spanning zetten en dan gaat het vandaag beginnen. En ook weer lekker naar de Madison kijken. Naar de renners kijken hoe ze het doen. Vind ik ook wel het leuk even op de tribune zitten. En we gaan je op de hoogte houden. Hey, we zitten. En luister nou, ik zit nou naast de man met de kleinste snikkel. Sinds dat ik al hier als kleine jongen kom, zie ik hem steeds voorbij schuiven. En ik weet nog niet wie het is. Nee, geintje, grappie. Lekker man. Vriend van de familie, man. Helemaal super. Hey, maar wat ga je allemaal doen dan? Zorgen weer voor die beloftes en dat alles een beetje loopt. Ja. Problemen uit de weg helpen. Uit. Nee joh, lul. Hop, tik hem. Klets. Oké, sorry. Nee, en als gastheer voor de voornaamste sponsoren. Okay. En die even een rondleiding geven. Ja, maar jij kan dat. Ja. Alleen de vrouwen of alleen de mannen? Of gewoon een beetje gemeen? Het liefst doe ik de vrouwen. Ja, zie je wel. Dit knippen we even eruit. Nee hoor. Nee, maakt ook niet uit. Maakt niet uit. Ja, we komen. Hey, Pikkebaas, hier. Je hebt vanmiddag nog even mijn bandje er even omheen gelegd. Ronnie Voogd. Ja, die kennen we al, hoor. Hey, maar was perfect, jongen. Ja, goed, hij stond niet leeg. Dat is helemaal goed. Dat bedoel ik. Morgen ga ik weer een rondje maken. Okay. Ja, kijk, hier, luister nou. Als er wel eentje een beetje kan scannen. Wat doe je nou meestal? Scannen, hè? Alles inscannen. Staat heel de dag alles in te scannen. Niemand mag dat hok in. Nee. Ik heb het gehoord van mijn broer. Ongelooflijk. Zonder haar geen cyclo. Deze man kon ook een beetje fietsen. Ik heb zelf al twee keer tegen. Ik zag je nog even in een big shirtje. Ja. Nee, in een big shirtje. Ja. Geweldig. Verderop en al zei hij, stoel die shirtje. Doe die soundjes, doe die foto's. Hey Barend, ja. Hoe is dat nou weer voor jou zo'n belevenis met de zesdaagse? Mooi. Ja? Nou, ik ben blij dat het er weer is. Dus tenminste dat het wel weer een paar jaar is. Dus. Goed, hè? Het is toch altijd leuk dat je het zelf ook allemaal meemaakt. Ja, daarom. Dus ik zie veel bekend ook. Dus, En? Dit was ook geen pannenkoek, begrijp je? Dus nee, superleuk. Ja. Hey, veel plezier vandaag, jongen. Henny zegt tegen mij, promote even het shirt. Henny, nou doe jij even. Nou, let op. Henny. We hebben hartstikke leuke shirt. Nee, even opnieuw. Take one. Nou, dames en heren, we hebben een hartstikke leuke shirt. Ja. Nu voor €29,95. Collectors item voor 40 jaar, 6 dagen. Oké. Okay. Kopen. Ik zeg niks meer. Henny. Jij bent op leeg dadelijk. Hey. Nou, nu ga ik even naar beneden, anders wordt het een zootje. Ja, ik moet hem even aanzetten, want Erik wil even het woord richten tegen heel Nederland. Want ik heb natuurlijk mega veel volgers. Ja, tuurlijk man. Dus we zitten net in de eerste dag van de 6 dagen van Rotterdam. De woning 6 dagen van Rotterdam. Zeg je heel goed. Ik heb daarnet even met Ron zijn vrouw gesproken gehad. Met Ineke. Ja. Ja, zegt hij tegen mij. Thuis. We doen nog elke dag een SM, zegt ze. Steeds minder. Ja. Nou, dat zijn mijn vrienden gangmakers, zeg het maar. Ja. Is echt, dit is zo'n apart groepje. Het is echt niet normaal. Maar ze zijn nou allemaal nog fit. Maar ik ga je één ding vertellen. Na 5 dagen en dan zal ik je nog even iemand laten zien. Kijk, dat is meneer Meulman. Die werkt altijd zo hard. Maar als hij de één deukje uitgehaald heeft, is het net een klote. Ja. Lekker heb ik. Ik weet niet of ik ze al goed allemaal heb voorgesteld. Want dat is wel belangrijk. Want ik denk dat we toch eventjes... ten eerste hebben we hier onze mechanieken. De beste die in Nederland... Nou, in de wereld. Chris Jeuker, hè?
Jeuker. Van Jeuk. Jeuker. Chris Jeuker. En hey, heb je... Luister nou. Heb je de broer van Prins Bernhard? Hij is terug. Petertje Meulman. Edwin Smulders. Hoi. Waar is die dikke? Die weggerend. Is die dikke weg? Nou, die dikke, dat is die Schroefs. Ja, die komen we dadelijk wel weer tegen. En Jos Pronk is ook gearriveerd. Want we hadden dus een weddenschapje lopen met iedereen. Hoe laat Jos Pronk zich zou melden. Ja, hij was dus gewoon weer te laat. Maar ja, dan zijn we gewend boven dat 0,20 daar. Het gaat dan wel helemaal goed. Dus in ieder geval, Jos is gearriveerd. Ja, ik ben hem nog even vergeten voor te stellen, maar dat, je kent hem, je kent hem. Hij lijkt een beetje op mij, alleen groeit er ook wel bij hem op zijn kin. Erik Schroefs. En hier kan hij lekker overal bewegen. In België wordt hij gezocht. Heb je zijn illegale drukkerij. Oh, oh. Hilarisch. Hop, hop. Dan zit ik even bij Vinci en bij Heine. Ik heb Heine zijn vader net gesproken. Die wil die 500 weer niet betalen. Maar dat maakt niet uit, dat komt wel goed. Hey Vinci, eerste dag hier even gewoon even het medicinetje pakken. Zo. Ik denk een beetje nerveus, weet je wel. Ja? Net terug uit Kopen met Rensie getraind. Ja, dat is de trainer, Rens. Dat ga je toch wel voelen. Zou dat niet zo? Nou, Svenny, joh, godverdomme, is het toch allee man. Hey, en jij, Pik? Lekker, hè? Van wie moest het komen? Van jou? Ik zag jou ineens wegduiken. Ik zeg zo, dus vind ze lekker blij mee. Ja. Moest even gas geven. Ja, hè? Op. Hey, die oude is wel enthousiast, jongen. Ja, ook. Mooi, hè? Ja, hij is in orde, hè? Hij is leuk. Ook in orde. Nee, was leuk, man. En jij straks? Ja, dadelijk. Doe jij mee of niet? Oh nee, hoppenzakkie, tweede serie. Ja. Oké, jongens. Hebben ze weer gesproken? Luister goed. Ik heb nou echt alleen maar pannenkoek aan in het beeld gehad, maar luister goed. Kijk, ik heb maar één broertje. Kijk, dit is mijn grabbetje. Hey Mikey. Ja, je hebt het lekker voor elkaar, Pik. Ja, we zijn eraan begonnen. We zijn vertrokken. We zijn er begonnen. Dus, kwart over tien eerste serietje. Ja. Wat denk jij voor je broer? Met wie rij je? Oh, dat wordt gloot natuurlijk. Nou, ik weet niet. Ik hoop dat het zakje open staat, dat ze mijn nummertje kunnen zien. Je weet het, jongen, dit is een eerlijke zesdaagse. Ja. Dat gaat allemaal niet gebeuren. Ik vond de eerste koppelkoers wel heel erg leuk. Nou, ze vlogen erin al gelijk, hè? Leuk, de Vilde die zegt tegen mij, als ik je lood rijd, niet zo hard als normaal. Dat is toch wel tegen dat ze hard gereden hebben. Leuk man, deze ziet er top uit, Pik. We gaan plezier maken. Ja, tot later. Kom op, kom ik weer Henny tegen. Henny, luister. Henny van de shirts, hè. Kijk. Henny, ik wil even weten de tussenstand. Hoeveel shirts je nu verkocht hebt. Helaas nog geen één. Dus Henny. Mensen... Mensen, maak Henny leeg. Kom op. We laten ons toch niet kennen. Hey, ben Henny, waar leg je dan? Je moet toch iets verzinnen om het toch beter aan de man te brengen. Ik heb hem aangetrokken. Zelf ook? Nou jongens, luister nou. Hij past iedereen. Pak deze kans. Laat Henny niet alles weer inpakken. Doe je best, hè. Maar doorgaan. Maar de keizers van de schrift in de onderlinge tweestrijd. De winst in de KPN voor een aantal schriften. Yes! Kijk,
die. Ze hebben ook nog even mijn wegfiets even... Vliegen, die heeft even mijn wegfiets even super gemaakt. Dus dat is ook helemaal top. En Janne, die heeft ook zijn best gedaan. Oude pikkenbaas. Ik zal eventjes vragen aan hem. Want een gangmaker vindt het altijd leuk als je gewoon goed tempo, een goed lijntje. Was je tevreden, Gabby? Ja, ging lekker. Ja? Dat was een mooi tempo. Ja, ja, Oké, vriend, ik heb je gespaard, hè? Ja, ja, ja. Goed zo, jongen. Je hebt je best gedaan. Dus met andere woorden, eerste dagje zit erop. Eerste serie. Ja, daar wint die Meulman weer. Daar ben ik helemaal misselijk van. Oké, het is niet anders. Nou, tweede gaat naar Prins Bernhard. Die Bouwerlijn, die Duitse. Dus die gaf gelijk de bloemen aan de barjuffrouw. Dus die hebben ook gelijk verkering. Dus het was, was een mooi dagje. Maar dat wordt ook wel weer verschrikkelijk hard gereden. En jongen. En vooral op die eerste dag, dan is het voor de jongens toch altijd een beetje even wennen. Dat is logisch. Hé, hey, jongens, was perfect, hè? Mooi, hè? Schroefie, sorry dat je rennen kapot reed. Ik denk... Ze had ervoor al hoog geroepen. Ja. Dus, jij hebt niks gedaan. Je hebt niks gedaan. Hij moest ineens... ik hoorde in één keer hoog, ik denk... Maar je moest toch achter... Ja, hij had ervoor al hoog geroepen. Ja, maar dat is ook niet gek met die snelheden. Maar we reden toch zo 65, 66. Ja. Maar ik vond wel dat je vrij hoog reed. Ik, hè? Ja, ik vond ook... Nee, ik moest er overheen, hè? Over wat? Nou, je hoort het. Je moet zo. Hij moet over de blauwe lijn. Ik ga je één ding zeggen. Over de blauwe lijn. Ik ga je één ding zeggen en dan meen ik het serieus. Gangmakers zullen nooit zeggen dat ze het aan zichzelf leggen. Het is altijd zeik op een ander. En dan lach je. Ja? Hoe hebben we nou gewonnen? Kijk, Meulman die gaat de stand. Falus. Helmonte, ja, dat snap ik. Peter en Peter, die beste. Peter en Peter, die beste. Aus Position 6. Ja, was goed, Peter. Was? 6? 6. Niet 6, maar 6. Wat ga je doen dadelijk? Cruise en Prins Bernhard. Nou ja, je ziet het. We gaan er even een slot aan rijden, want we gaan even verkleden. Dus ik zou zeggen, morgen gaan we weer gas geven. Dus hop, lekker naar bed. En morgen weer vroeg op.